je, ik ga vandaag tekenfilms inspreken in de studio. En aangezien niemand mijn gezicht dan ziet, hoef ik ook niet zoveel aan te doen. Nou doe ik dat überhaupt niet. Maar let op, ik ga het pakken. Dit is het. Oké, dus concealer. En hier zit een lekker handig kwastje aan. Kan je zo hier, hap, hap, hap. Kijk, je hebt er niet eens een spiegel voor nodig, want zo weinig. Zo. Ik heb dus echt bijna nooit gepuist, maar nu is het wel hier. Nou, doe er ook gewoon een beetje overheen. Zo. Blondheid. Mascara. Iemand heeft me deze geadviseerd en dat is echt een hele fijne. Oh, wacht. Hop, 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 hop. Ja, ik heb een beetje een rood hoofd nu, maar dat komt omdat ik het gewoon echt heel warm heb. Ik krijg van die tranenogen. Ja, nu zie je hier, maar ik heb tranenogen en dan heb ik dus mascara uiteindelijk helemaal hier zitten. Oh ja. Oké, dit is echt mijn lievelings. Gewoon vaseline. Zo. Maar even gewoon die borstel doorheen, dat is wel lekker. Als je dus heel stijl haar hebt, totaal geen volume van zichzelf heeft, dan heb ik dus deze laatst ontdekt. En heet ook Bedroom Hair. Dat is wel heel toepasselijk natuurlijk. Deze, die doe je gewoon een beetje bij de aanzet van je haar. En hier op fluffen. Bedroom Hair. Nou, ik ga zo de deur uit, maar ik ga nooit de deur uit voordat ik mijn lievelingsluchtje op doe. Dit is Burberry Brit en die heb ik dus al denk ik sinds mijn 15e. En dan denk ik altijd, als je er blij mee bent, moet je gewoon niet veranderen. Bam. En daar gaan we dan.